je neemt vandaag deel aan de vrijwilligerstour. Wat is nou het nut van deze dag? Nou, wat we willen tonen door een aantal vrijwilligersprojecten te bezoeken, is dat we heel veel waardering hebben voor de vrijwilligers in Breda. Zijn er meer dan 40.000, hebben we ooit eens berekend. En door ook met raadsleden gewoon echt op bezoek te gaan, willen we een compliment geven vandaag. En ja, vandaar ook ons bezoek. Ja, ik vond het best wel leuk dat hij langskwam. Zo leer ik kennis maken met hem. Nou weet ik wie het is, hoe dat hij eruit ziet. Geeft mij best wel een goed gevoel. Ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om jullie ook te bedanken voor de gastvrijheid. We zijn hier met een aantal raadsleden en de wethouder ook mee. En volgens mij in Noord gewoon een hartstikke leuke, mooie wijk waar van alles en nog wat te doen is. En in die zin zouden we met elkaar best wel eens even wat meer reclame voor deze mooie wijk mogen maken. Alleen een compliment geven is het denk ik niet. Ik hoor u ook een aantal kritische vragen stellen. Is dit een leermoment voor de gemeente? Nou, dat compliment moet u toch niet onderschatten. Omdat er uit onderzoek gebleken is dat juist het uitspreken van waardering wel eens vergeten wordt. En juist dat uitspreken van die waardering kan laten zien dat we dingen heel belangrijk vinden. En dan maken we ook gebruik, als we er toch zijn, om even te horen of er nog wat praktische problemen zijn waar we misschien in kunnen helpen. En als dat niet te veel geld kost, want dat hebben we op dit moment niet meer. Maar het zit ook vaak in regelgeving, in vergunningen, in dingen die niet soepel lopen. Ja, dan nemen we die natuurlijk even mee om te kijken of we in het stadhuis mee kunnen helpen dat soort problemen op te lossen. Ja, ik denk dat wij het heel erg leuk zouden vinden als jullie, enkele van jullie, gewoon eens willen vertellen wat je doet, wat je tegenkomt. En of je nog ideeën, suggesties hebt voor de gemeenteraad. Wat heb je hem gevraagd? Voorkant vroeg of, wat vroeg hij nou? Hij vroeg eigenlijk meer vanuit de jongeren, dat er meer aandacht komt voor de jeugd qua accommodaties en zo. Dat die jongeren toch een plekje hebben waar ze naartoe kunnen met z'n allen. Omdat in deze tijd zijn er weinig plekken waar de jeugd naartoe kan. We zijn trots op jullie. Jullie zijn super vrijwilligers. En je ziet ook wel dat die jongeren hier binnen nou aandacht krijgen. En eigenlijk heel de wijk krijgt aandacht. Maar ook onder die jongeren dan die, zoals we net al zeiden, weinig te doen hebben. Dus ik denk dat er nou wel een mooi punt is gezet, ja. U zegt iets meer dan 40.000 vrijwilligers in Breda. Is dat ten aanzien van het landelijk gemiddelde, doe mij het dan goed in Breda? Durf ik niet te zeggen, weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat het heel veel mensen zijn die in de sport en in de zorg en met koor en dans en ook in de mantelzorg heel actief zijn. En als je kijkt naar het feit dat de bevolking in Breda steeds ouder wordt de komende jaren, hebben we ook heel veel vrijwilligers nodig. En we hopen ook door dit soort bezoeken en het feit dat jullie er ook zijn, hopen we steeds meer mensen ook te kunnen stimuleren om als vrijwilliger iets te gaan doen.